Goedemorgen, vandaag staat er op het programma les 8. Het doel van deze les is een cirkel of strook in gelijke stukken verdelen en de stukken als breuk benoemen. Dus de les van vandaag gaat over breuken. Het is de bedoeling dat je aan het eind van deze les een cirkel of strook kunt verdelen en ook weet hoe de stukken heten. Opgave 1. Hier zie je een cirkel. En deze cirkel moet je eerlijk verdelen door twee kinderen. Hoeveel krijgt elk kind? 1 van de twee stukken, dus 1 tweede. Bij opgave 1a moet je 2 pannenkoeken verdelen door 2 kinderen. Hoeveel krijgt elk kind? 2 pannenkoeken verdelen door 2 kinderen. Elk kind krijgt dus 1 pannenkoek, 1 hele. Opgave 1b is hetzelfde als opgave 1. 1 hele pannenkoek delen door 2 kinderen. Dus elk kind krijgt 1 van de 2 stukken, 1 tweede. Bij opgave 1c moet je 1 pannenkoek verdelen door 2 kinderen. Dus welke van de 3 cirkels hoort bij deze opdracht? Nou, bij de eerste cirkel zie je de cirkel verdeeld door 2 kinderen, vandaar die 2 stukken. Bij de tweede cirkel zie je dan de cirkel verdeeld door 3 kinderen, vandaar de 3 stukken. En bij de derde cirkel zie je dan de cirkel verdeeld door 4 kinderen, vandaar de 4 stukken. Dus welke van de 3 cirkels hoort bij deze opdracht? De eerste cirkel. Want de eerste cirkel, of de eerste pannenkoek, is verdeeld door 2 kinderen. Opgave 1e. Bij opgave 1e moet je 1 pannenkoek verdelen door 3 kinderen. Welke van de 3 cirkels hoort bij deze opdracht? Bij de eerste cirkel is de cirkel verdeeld door 2 kinderen, 2 stukken dus. Bij de tweede cirkel is de cirkel verdeeld door 3 kinderen, 3 stukken. En bij de derde cirkel is de cirkel verdeeld door 4 kinderen, vandaar 4 stukken. Dus welke cirkel hoort bij deze opdracht? De tweede cirkel, want daar heb je dan 3 stukken. En hoe noemen we dan elk deel of elk stukje? 1 stukje noemen we 1 derde. Dus het getal 1 komt bovenaan de streep en de 3 komt daaronder. 1 derde. Hier zie je een strook staan. Deze strook wordt verdeeld door 1, 2, 3, 4, 5 kinderen. Dus vandaar de 5 stukken. Hoe noemen we elke deel? 1 vijfde. Het getal 1 komt bovenaan te staan boven de streep en het getal 5 daaronder, 1 vijfde. Elk stukje noemen we 1 vijfde. Kinderen die opdracht 1 niet lastig vinden, gaan verder aan de slag met opdracht 2. Kinderen die een beetje lastig vinden, die opgave 1 een beetje lastig vinden, gaan verder met opgave 3. Ben je klaar met opgave 2 of 3, ga je verder met plusopdrachten, automatiseren en het werkpakket. Succes!